Het is zover, de challenge. We gaan beginnen aan de 60 dagen challenge. Dit is een fit test. We beginnen met een stukje cardio. Het is heerlijk weer, dus ik ga zo meteen lekker hardlopen. Ik kies een rondje waaruit ik denk dat ik ongeveer, nou, ergens 10 minuten, misschien ietsje langer mee bezig ben. Maar jij kunt natuurlijk ook gewoon wandelen. Als je nog nooit hebt hard gelopen en dat ook niet wil doen, prima, ga je wandelen. Zorg dat je ongeveer 10 minuten bezig bent. We gaan natuurlijk wel timen, want je wilt het over 60 dagen sneller doen. Wat je ook kunt doen is een stuk fietsen. Of heb je een home trainer thuis, stap dan op de home trainer. Fiets dan 4 kilometer zo snel als je kunt. En neem je tijd op. Ook weer over 60 dagen moet dat sneller. Ik zet zo meteen mijn horloge aan. Dan kan ik mijn hartslag in de gaten houden. En ik kan mijn tijd in de gaten houden. Ik ga zo lopen. Dus wish me luck. Ik ga echt voor een zo goed mogelijke tijd. Succes. Dank je. Cardio-gedeelte. Ik neem even 2 minuutjes rust. Even uitlopen. En dan gaan we naar de kracht. Ik heb 15 minuten en 5 seconden erover gedaan. Oké, ongeveer 3 minuten later. Ik zweet nog flink, maar we gaan direct door met het krachtgedeelte. Als je op mijn website bent, hieronder staat een video waarin ik de oefeningen uitleg. En waarin ik ook tips geef voor beginners. Verder gaat Albert jullie vertellen wat ik aan het doen ben. En even uitleggen wat belangrijk is aan de houding. Oké, start de tijd, zet je stopwatch, daar gaan we. Oké, we gaan beginnen met 100 crunches. Je ziet dat Marloes mooi de nek in een rechte lijn heeft. Hou er ook alsjeblieft rekening mee. Gaat hartstikke goed. Op hoeveel zitten we, Marloes? 70. Ah, gaat branden. Na de crunches gaan we door met halve burpees. 40 stuks, dus dat zal ook weer pittig zijn. Kom op, Marloes. Oké, we gaan door naar de 50 dips. Ze zit nu op ongeveer 4 minuten. Zoals je kunt zien, gaat Marloes behoorlijk kapot. Probeer zelf tijdens je eigen training, tijdens je eigen fitheidstest ook zo diep mogelijk te gaan. Dan weet je ook over 60 dagen dat je er hard voor hebt gewerkt en dan kun je echt het verschil zien. Oké, we gaan door naar de lunches. Zoals je kunt zien is de houding van Marloes erg recht. Mooi recht.
Ze heeft een rechte rug. Haar linkerknie komt niet voorbij haar tenen. En vanuit de heupen kun je heel mooi zien dat ze met een rechte lijn naar beneden gaat. En dat de hoek in de achterste knie heel mooi is. Kom op, Marloes. We gaan door naar de push-ups. Voor veel mensen zal dit gewoon een hele pittige oefening zijn. Voor veel mensen zal ook al wel duidelijk zijn welke verschillen je kunt aanbrengen om het minder zwaar te maken. Als het te zwaar is voor je, ga dan op je knieën. Twintig push-ups moet Marloes doen. Twintig. Hartstikke goed. We gaan door naar de lower back raises voor de lage rug. Zoals je kunt zien houdt Marloes haar tenen op de grond. Doet het zelf ook. Het gaat echt om de lage rug. Kijk naar voren. Beetje naar beneden. Hier moet ze er ook 50 van doen. En als ze deze heeft gehad, hoeft ze alleen nog 100 crunches te doen. En dat geldt ook voor jou natuurlijk. Blijf ook met deze oefening op je ademhaling letten. Probeer hem weer een beetje rustig te krijgen. Laatste oefening. De crunches. Voor mannen zal het misschien wat pittig zijn om de benen zo te kunnen strekken als Marloes. Doe dan ook wat je nu ziet. Knieën een beetje gebogen. Maar probeer het zo strak mogelijk uit te voeren. 80. Nog 20. Kom op. Goed gedaan. Oeh. Zo, dat was happy. Nogmaals, als het vandaag niet in je schema past, doe morgen, overmorgen of ergens anders in deze week. Nog even over de vier keer sporten. Voor sommige mensen lijkt dat veel. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan gewoon een half uur wandelen. Even na het eten of voor het avondeten. Ik ben een beetje wet aan hoor. Of je kunt ervoor kiezen om naar je werk toe te fietsen en dan even flink door te fietsen. Dus zo kan je allemaal beweegmomenten inpassen in jouw leven. Zorg dus dat je de komende 60 dagen vier keer per week sport. Verdeel dat hoe jij het wil. Je kan ook onze 8 minuten workout doen, gecombineerd met even een kwartiertje lopen of zoiets. Doe je best en blijf op de hoogte de komende 60 dagen. Dankjewel. En succes, tot ziens. Je kunt mijn tijd hieronder op de website optimavita.nl zien.